ik ben Johan Hardeman, klauwverzorger voor AB Brabant. Sinds een jaar of 9 werkzaam als klauwverzorger. Wat anders is aan de Lely Meteor methode, dat is vooral dat je, voor mij als klauwverzorger, dat ik er veel dichter boven op die klauwen zit, door ze goed schoon te maken. Dat je meer ziet en dus ook aandoeningen, ja, Mortellaro met name, in een eerder stadium kan behandelen. Wat ik heel positief vind ook is dat het echt een totaalconcept is. Het is niet alleen maar een behandeling in de box en laat het beestje weer gaan en hij moet het weer een half jaar uitzoeken. Maar je hebt echt iets in de robot waarmee die preventief die poot elke dag, meerdere malen op een dag, wordt behandeld, zou ik maar zeggen, om echt Mortellaro te voorkomen. Preventie is gewoon onderdeel van het hele project. En dat is een heel groot voordeel hiervan. Maar omdat je zo intensief behandelt, moet je er nog best ook na dat half jaar moet je er wel weer heel veel werk aan doen. En dat blijft terugkomen. Ook dat moet je met die veehouder die het koopt, moet je dat wel heel goed communiceren. Dat het niet iets is van, we gaan nu eventjes flink erbovenop zitten, maar dadelijk dan ben je overal vanaf. Qua die arbeid en zo, want dat is het dus niet. Kijk, voor mij is het een hele andere manier van werken, maar voor die veehouder is dat ook. En dus die moet ook, die veehouder, die moet de gemiddelde veehouder, laat ik het zo maar zeggen, die moet ook op een andere manier naar klauwen en klauwgezondheid gaan kijken en behandelen. En als ik om het half jaar de koeien kom doen, dan zal die tussendoor, als je iets ziet, niet moeten twijfelen, maar ook misschien een keer moeten behandelen. En dat moet wel gebeuren. Wat ook anders is, is als je de verband afhaalt, dat je ziet dat ja, vellen, eelt, ik weet niet of dat het eelt is, maar het is net een dikke laag eelt lijkt het op, zo ziet het eruit, wat loskomt. En dat schraap je weg. Ik heb ondertussen ook wel vragen gehad van, joh, moet je niet gewoon van zo'n wond afblijven? Want dat valt er dan vanzelf af en zo. En aan de ene kant is dat zo, aan de andere kant wil je in die tussenklauwspleet en achter op die huid, wil je het schoon en glad hebben, zodat de meteor in de robot, dat hij goed zijn spul op zijn plek kan krijgen. Plus, als je de eerste keer de tape afhaalt, dan wil je die rommel weg hebben, zodat je goed kunt zien of dat je hem eventueel nog een keer na moet behandelen. Je moet er als klauwverzorger echt rekening mee houden dat dit gewoon gierend veel tijd kost. De eerste behandeling, zou ik maar zeggen, die kost per koe misschien wel 2 keer zoveel tijd als dat je normaal gesproken gewend bent. En ja, dat is iets wat je moet incalculeren, maar die tijd die is het waard en die gaat zijn eigen wel terugbetalen in klauwgezondheid.